Die zaten daar zo achter dat gaas. Ja. En je kwam niet buiten. En later toen, want mijn moeder had een zus hier in Nijmegen wonen. En die stopte ons af en toe wat eten in een bakje onder dat gaas. Eindelijk werden we behandeld als misdadigers. Nou, en ja, mijn moeder was een heel vroom iemand. Dus en dat was een misdadiger. Nou, dat klopt van geen kant. Nee. Annemarie Ubbink-Peters uit Zeewent is pas 6 jaar wanneer zij en haar familie in 1947 in alle vroegte van het bed worden gelicht en met een vrachtwagen naar kamp Mariënbos in Nijmegen worden gebracht. Die vrachtwagen, hoe stom of het ook is, maar die herinner ik me nog. En er was aan beide kanten een plank getimmerd op een blok hout en daar konden we op zitten. Nou, en zo zijn we dus weggevoerd, klaar. En hadden jullie, mochten jullie wat meenemen? Want jullie zijn echt uit je bed gehaald, hoor. Ja, nou, wat we aan hadden. En misschien dat moeder nog een tasje met kleren, met ondergoed of iets zelfs meer genoemd. Dat weet ik allemaal niet meer. Dus. Maar wat er dan verder nog gebracht zou moeten en verandering is. Want wij woonden kort dicht bij oma. Dus dan zal die dat nog meer gesmokkeld hebben voor ons onder het... Onder het hek ging dat we dus nog iets hadden. Annemarie en haar familie komen terecht in een voormalig Canadees militair kamp. Waar ze ondergebracht worden in barakken, zogenoemde nissenhutten. En in zo'n barak, daar moest je met 6 of 8 gezinnen in wonen. Het was met doeken afgescheiden. En je had alleen een paar stapelbedden met een gangetje ertussen. En verder was er niks. De regering noemt het operatie Black Tulip. 17.000 Duitsers, waarvan de meeste al ruim voor de oorlog in ons land woonden, zullen als ongewenste vreemdeling de grens over worden gezet. Dat hield in dat de Duitsers, alle mensen met een Duitse nationaliteit, zo snel mogelijk de grens over moesten naar Duitsland. Dat was de bedoeling. De mof moest eruit? De mof moest eruit, zo snel mogelijk. Want de regering die wilde fris beginnen zonder ongewenste vreemdelingen. Daar vielen de Duitsers onder. En toen moest het land schoongeveegd worden, min of meer. De vader van Annemarie is Duits, maar woont al vanaf 1913 in Nederland. In Duitsland heerst op dat moment hongersnood. En de 8-jarige jongen wordt naar Nederland gestuurd om op krachten te komen. Hij komt in Zeewent terecht bij mensen die hij als zijn stiefouders beschouwt. Dat heeft hij altijd gezegd. Ik heb een jeugd gehad als een prins. Voor zijn gevoel. Omdat hij thuis in Mulijn heel slecht heeft gehad. En hier was eten genoeg. En hier kon hij lopen en spelen. En er waren jongens in de buurt. Kind van 8. En die altijd hier woont. Dat is toch geen Duitse meer? Nee. Nee. Men vroeg zich niet af van hebben jullie wel iets... slechts gedaan in de oorlog? Zijn jullie nazi geweest? Hebben jullie de Nederlandse bevolking bedreigd? Er was helemaal niet te sprake. Het was om de Duitse nationaliteit waarop mensen werden opgepakt. En dan was het dus zo dat mensen die zelf waarschijnlijk heel veel in de oorlog meegemaakt hadden, stond hun leven opnieuw op zijn kop. Ja, er waren zelfs mensen bij, bijvoorbeeld Joodse mensen die voor de oorlog naar Nederland gevlucht waren. Die werden daar ook onder gerekend natuurlijk. Maar van uitzetting komt het niet, want de Engelse bezettingsmacht ziet de komst van Neder-Duitsers niet zitten. Duitsland was gebombardeerd en er was honger en armoede. Dus die geallieerden in Duitsland die zaten echt niet te wachten op Duitse vluchtelingen, want die konden ze niet herbergen. Nederland wilde ze kwijt en Duitsland wilde ze niet hebben. Dat klopt, ja. Dus dat betekende dat 10 dagen zouden ze in kamp Mariënbos blijven. Maar dat werd dus langer, want men kon die mensen niet kwijt in Duitsland. Dus dat werd langer. En hoe lang heeft dat geduurd? Dat heeft geduurd tot 1 november 1948. Toen is officieel het kamp gesloten. En in de loop van december waren er nog mensen die dan langzaam weer vertrokken. Maar ja, die vertrokken wel naar hun huis, hun vorige huis. Maar dat was er dus niet meer. Want er was woningnood hier. Dus toen die Duitsers eenmaal uit hun huis vertrokken waren, toen pikten de Nederlanders dat in. Die dachten, die komen toch niet meer terug, dus wij kunnen hier mooi wonen. De familie van Annemarie heeft geluk. Op voorspraak van een Duits familielid die banden heeft met prins Bernhard, mogen ze na 2 maanden Mariënbos verlaten en kunnen ze terugkeren naar de Achterhoek. Ja, toen kwamen wij in een leeg huis, want alles was eruit geroofd, zeg maar. En het was nog wel zo dat de meubels
in de buurt op boerderijen stonden. Dus die konden we nog weer terugkrijgen. Maar elke lepel en suikerlepel en bord, dat was helemaal niks meer. Ja, je hebt natuurlijk ook geen inkomen direct als je daar komt. Dus waar moet je het spul van kopen, terwijl het ook al heel schaars was. Ja, nou, we hebben het gered. Dus, Hebben jullie het er nog veel over gehad, over jullie tijd in Mariënbosch hier in dat kamp? Nee, dat is helemaal doorgezwegen. Daar wilde niemand over praten, laat ik het zo maar zeggen. Maar was er zelfs geen boosheid? Ik denk meer verdriet. Heel verschrikkelijk veel verdriet. Ja. Terwijl je toch alle reden had om boos te zijn, zou je denken? Ja, maar ja goed. Je bleef die Duitser, hè. En als die dan ook nog kwaad wordt, ja, dan ben je nog weer die mof van toen. Dus dat ging niet. Nee.